Ik heb denk ik 574 euro. Afgelopen zaterdag verkocht de 9-jarige Liv armbandjes op het Egmondse Pomplein. De opbrengst is voor het afgebrande restaurant De Klok. Vorige week werd dat pand volledig verwoest. Liv wil de eigenaren steunen. En dat is gelukt. Heel veel armbandjes gemaakt. Sommigen gaven er 2 euro voor, sommige 20 euro. Elke keer wanneer iemand 10 euro, 20 euro gaf, was ik best wel verrast. Want ik wist dat gewoon echt niet. Dat zoveel mensen zoveel zouden geven. Ik dacht dat we 100, 200 euro hadden opgehaald. Maar het is wel een paar keer het dubbele. Dus daar ben ik vooral heel erg blij over. Hi. Vandaag kwamen de eigenaren van De Klok het geld bij Liv ophalen. Ze zijn dolblij met de steun vanuit het dorp en ontroerd door de actie van de jonge Liv. Nou, super lief. Dankjewel. We zijn enorm blij en lief en dat je dit voor ons hebt willen doen. Lieve schat, hè? We gaan er wat moois mee doen. Ja, zo klein en dan toch dat zo zelf het initiatief willen doen voor ons. En nog nooit geweest bij ons, maar dan toch, ja, is prachtig. Hoe gaat het met jullie? Ja, ups en downs. Als je er bent dan, en je ruikt alles en je ziet alles, dan dat doet pijn. En dat, het zal niet meer terugkomen zoals het was. Maar we gaan ons best doen om alles zo goed mogelijk in de oude staat terug te renoveren. En de schouders eronder en gaan. En meer kunnen we ook niet doen. De klok komt terug. Dat sowieso, zeker weten. Ben je een beetje trots op jezelf wel, hè? Stiekem wel heel erg.